Hoi Quickboys, dus naast mij Thijs. Thijs, vertel, wie ben je, waar kom je vandaan en wat zijn je ambities dit seizoen? Ik ben Thijs van Ofwegen, ik ben 26 jaar, ik kom uit Amsterdam. En ja, ambities dit seizoen is zoveel mogelijk minuten maken. Kampioen worden, durf ik toch wel te zeggen. Ja. Oké. En heel veel Quickboys dus hebben je alleen nog op het trainingsveld gezien. Hoe komt dat? Ja, klopt, ik ben later uit Indonesië teruggekomen. Ik heb die vakantie die was al geboekt. En, teruggekomen en nu pas bezig met de voorbereiding. Oké, en waarom kom je helemaal vanuit Tiel nu hier bij Quickboys spelen? Nou, wat je zegt, helemaal uit Tiel, afstand is gewoon te groot. Ik was al eerder in contact met Quickboys, vond het een hele mooie club. Maar goed, ja, vorig jaar was er niet van gekomen, toen ben ik naar Tiel gegaan. En nu was de kans er, dus die heb ik wel gegrepen toen. Okay. En wat zijn je dagelijkse bezigheden naast het voetbal? Ik werk bij 24 Eyes, Frozen Cocktails. Dat staan we op festivals en verkopen we ijsjes met alcohol eigenlijk. Dat zijn limoncello, dat soort dingen, dat heb je allemaal. En daarnaast, naast voetbal, fit blijven met een beetje een krachttronk af en toe. Series kijken, gitaar spelen. Dat soort dingen. Okay, dus we kunnen je binnenkort hier in de business lounge een keer of in de kantine een keer zien gitaar spelen. Nou, als je iedereen wil zien weglopen, dan moet je dat doen. Nee, dat zou ik niet doen. Okay. Kunnen we een weddenschap erop zetten wanneer je gitaar gaat spelen? Bij kampioenschap misschien? Nou, laten we dat maar niet doen. Gewoon. Nee, doe gaan niet aan. Nee, okay. Nee, vooruit. Heb je nog een doelstelling aan een aantal doelpunten? Jawel. Ik mik op 7 doelpunten. Het ligt wel aan de positie natuurlijk waar ik sta. Want wat is je favoriete positie? Middenveld, dan ga ik voor 7 doelpunten. Stel dat ik rechtsback sta, ga ik voor de assist denk ik. Oké, helemaal goed. Hey, we gaan veel van je zien. Dankjewel.